In het voetbal zijn ze aan de play-offs bezig. FT Charleroi ontving FT Antwerpen. Deze laatste moest zwaar gehavend de play-offs afwerken. En wanneer men dan in, op en tegen dit Charleroi moet spelen, is dat geen cadeau. Het is Sebastiano Canaris die op subtiele wijze de 1-0 op het scorebord zet. De jongeren van FT Antwerpen doen wel goed mee en het is El Fashi die de gelijkmaker scoort. De goal van de speeldag in deze play-offs komt er even later aan. Via corner en meteen vol op de sloof. Charleroi 2-1 voor, meteen de ruststand. De thuisploeg voelt nu dat dit Antwerpen te pakken is en snijdt door het hart van de defensie. Soleimani omspeelt Semouri en het staat 3-1. 4 minuten gespeeld in de tweede helft, snelle intrap en het is Ali Bouri die laag in de hoek schiet, het staat 3-2. Na 7 minuten krijgt Saad te veel ruimte en zo komt de thuisploeg op 4-2. Wanneer FT Antwerpen dan met vliegende doelman speelt, is het thuiskollie Duvin die de 5-2 op het scorebord zet. Charleroi heeft de drive gevonden en de ballen vliegen erin langs alle kanten. De schitterende 6-2. Antwerpen kan dan nog milderen tot een 6-3 eindscore, maar het is voor dit FT Antwerpen alvast onmogelijk om met dit team voor de titel te spelen. Al kan het wel zijn dat ze in de resterende wedstrijden nog voor scheidsrechter gaan spelen. Ja, ik denk dat je wel mag zeggen dat het misschien de ervaarste ploeg gewonnen heeft vandaag. Ik vind dat de jongens er wel voor gevochten hebben. Uiteindelijk de eerste helft krijgen we genoeg kansen om zelf de wedstrijd in handen te nemen. Kunnen we op voorsprong komen? Oké, we laten het nou een beetje pech. 2 keer op de paal, een zuiver strafschop niet gekregen. Dus dat speelt wel allemaal mee. Natuurlijk, tweede helft, dan wordt het moeilijk fysiek tegen een ervaren ploeg als Charleroi. Ja, ik denk dat Charleroi iets agressiever en iets heviger was dan het jeugdig Antwerpen. Tot bij de rust hebben we goed meegedraaid. En voor eerlijk te zijn, denk ik dat er daar toch wel een 6e fout in een penalty geval was. Maar nogmaals, laten we het niet op de scheidsrechter steken. Ze hebben goed gespeeld tot bij de rust en dan was het over.